De Nationale Partij Suriname, NPS, heeft gisteravond een debatavond georganiseerd met als thema het overleven in de huidige crisissituatie als ondernemer. Het panel bestond uit oud-president Ronald Venetiaan, de econoom Jimmy Boussaid en partijlid tevens minister Silvano Tjon-Ahin. Volgens de voorzitter van de NPS, Gregory Rusland, is de wisselkoers het uitdagendste waarmee ondernemers vandaag de dag te kampen hebben. Gezien het feit dat we nu 2022 in deze positie beland zijn, is het nodig om onder andere uit de ervaringen uit het recente verleden te leren om de problemen van vandaag op te kunnen lossen. Natuurlijk hebben velen hun eigen ideeën van hoe wij dat moeten doen. Maar er zijn structuren en regels binnen de NPS die wij met z'n allen dienen te respecteren. Soms zal men het dus eens zijn met de besluiten en de methoden, de weg waaruit de NPS gaat. Maar dat wordt allemaal bepaald op een democratische, manier. Binnen de partij. Als NPS Kondreman doen wij er alles aan om een bijdrage te leveren aan de oplossingen van problemen die wij hebben als Suriname's. Panellid Ronald Venetiaan zegt dat elk land zijn eigen kurken heeft waarop de economie drijft. In het geval van Suriname moet de focus, gezien de huidige financiële situatie, niet alleen op één sector gelegd worden. Want dat zal ook invloed hebben op de verschillende maatregelen die getroffen worden in het kader van de leningen. Nagegaan zal moeten worden of die wel verantwoord zijn om door te voeren naar het volk. Het IMF-model voor onze munt verdient nadere bestudering. Is het een model wat voor deze kleine gemeenschap een goed model is, waar meneer A kan opstaan en kan zeggen van of met wat ik in mijn kluis heb, of in mijn cambio, of in mijn bank, vandaag is die koers 5 punten hoger. En dan mag het mooi zo zijn dat IMF voorschrijft dat je een gemiddelde gaat bepalen. Maar die meneer die zomaar, om wat voor reden dan ook, zegt ik ga zoveel punten hoger. Die heeft je al een zware klap gegeven. De gewezen president is van mening dat de politieke partijen het landsbelang op de eerste plaats moeten stellen. Daarom heeft de NPS bewust gekozen voor het ondersteunen van de coalitie. Het volk moet weten dat zij en hun politieke partijen trouw aan het belang van het land moeten blijven, sluit Venetiaan af.